je zo min of meer bij toeval hier terecht mag komen. Dus het is echt een super plekje hier. En, ja, hoe kun je als Brabander hier vanzelf dragen eigenlijk? Hè? Dat is natuurlijk alweer bijna 10 jaar geleden. Ik zou ook niet meer terug willen in principe. Ik vind het hier prima, ik vind het mooi. Ik hou van die polders. Ja. En, nou, eens kijken. Zo, knuppeltouw eraf. Ketting los. Zo. Nou, mooie halfjes proberen te maken. Maar ik ben molenaar geworden omdat ik het al van kleins af aan leuk vond. Mijn vader heeft me een keer meegenomen met Monumentendag naar de molen in Lieshout en die stond ook gewoon echt te malen. Er waren geen pannenkoekenbakwedstrijden, geen vlaggetjes, geen klompendansen, gewoon molen en malen. En dat was zo mooi, ik was meteen verkocht. En dus daar zijn gewoon altijd gebleven. Het werken met die molen, dat vind ik leuk. Het is natuurlijk heel mooi als je er mensen bij kunt betrekken en er blij mee kunt maken. Maar het moet voor mij een gevoel in het ambacht zitten. In het echt werken met de molen en hem laten doen wat hij voor gebouwd is. Dus, en daar heb ik toen nog, ik was 8 en daar is er nooit meer over gegaan. Hè? Dus ja, je bent in 1 keer verkocht. Ja. Dat is de hobby natuurlijk een klein beetje uit de hand gelopen als je op een molen gaat wonen. En er dan ook nog mijn korenmolen bij gaat werken. Maar ja, dat moet dan maar. Dat moet dan maar, ja. Ja, ik heb eigenlijk eerst altijd gewoon zonder diploma gedraaid. Maar ik vond toch, ik moest de opleiding voor vrijwillig molenaar maar doen. En toen heb ik jaren in de horeca gewerkt. Toen kwam het er niet van. En toen ik wist dat ik ermee stopte, toen ben ik meteen begonnen met de opleiding. Ik denk, nou wil ik het hebben ook. Nu heb ik het ook in 2 jaar afgerond. En mijn diploma gehaald. Dus ja, ik had nog hard gezegd voor mijn examen. Wat moet ik nou überhaupt van een wipmolen of van een poldermolen afweten? Nou, je ziet wel wat er van komt. Het is natuurlijk ook raar, we wonen hier op een stukje land waar je eigenlijk helemaal niks mee kunt. En we houden het al, ja, hoe lang droog? 700 jaar met molens en allerlei andere toepassingen. Ja, maakt Nederlanders denk ik altijd een typisch volkje ook, zou ik maar zeggen. Zeker de Hollanders dan, zou ik maar zeggen. Ja. Dat mag ik dan wel zeggen als Brabander, toch? Ja. Deze poldermolen, als je zo doorloopt, is prachtig. Ja, dat die lekker water loopt. Gewoon prachtig om te horen dit zo. Ja. En het loopt hier ook heel mooi. En beneden natuurlijk ook. Dat is helemaal fantastisch. Ja. Je voelt hier ook helemaal dat de molen beweegt. Hè. Er zit helemaal die oerkracht van de wind die door zo'n machine heen trekt. En dan staat de molen dan een beetje genoeglijk om mee te schudden eigenlijk. Hè. Ja. En je bent met de natuur bezig. Je ziet, ja, je bent buiten. Je ziet de zonsopkomst, de ondergangen. De wisseling in het weer, nou, dat is gewoon prachtig. Dus, dat is gewoon iedere keer een feestje. Het went gewoon niet. Het blijft gewoon leuk. Yes. Ik denk ook dat dat nodig is om het... Ja, anders hou je het gewoon niet vol. De inspanning die je moet leveren om zo met molen om te gaan en om erop te wonen, dat vraagt toch een bepaalde instelling, levensfilosofie, wil je het noemen. En dan moet je er wel tegen kunnen. Denk maar. Het is ook gewoon 's winters heel koud. Je zit niet in een geïsoleerd rijtjeshuis. Maar ja, daar staan andere dingen tegenover. Dus ja. Nou ja, en hier komen eigenlijk, voor mij komen hier alle dingen wel een beetje bij elkaar. Ik hou van oude spulletjes. Nou, die passen perfect in de molen. Ik hou van dieren. Ik heb kippetjes. Ik heb geiten. Ik vind het heel leuk om te timmeren. Om dingen te maken. Ik heb hier van alles uitgedokterd. Ik vind het bedenken net zo leuk als dan weer het maken. Dus het kan ooit dat ik iets in mijn gedachten al 4 keer veranderd heb. En dan begin ik eraan. De schouw ook. Het is helemaal een oud model nagemaakt van een oude schouw. Die sierconsolen komen uit de Schiekade in Rotterdam. Die is 110 jaar oud. Dat is toch leuk om er zoiets in te verwerken. Mooi hè? Mijn naam is Thijs van Hoof, 35 jaar. En ik woon al 10 jaar hier in Lexmond op de Vlietmolen. Veel plezier.